Het is een mooie dag in de grote haven. Ja, een hele gewone dag voor iedereen. Voor iedereen, behalve voor George. Oh jee, zegt George en zucht. Wat moet ik nou toch doen? Theodore weet wel wat hij moet doen die dag. George, zullen we samen achteruitvaren oefenen? Vraagt hij vriendelijk. Tot Theodore's verbazing zegt George helemaal niks terug. Hij blijft gewoon kreunen en zuchten. Theodore blaast zo hard hij kan op zijn scheepshoorn. Daar schrikt George van. Wat? Theodore! Sorry dat ik je laat schrikken, George. Zullen we samen achteruitvaren oefenen? Niet nu, Theodore. Ik heb belangrijker zaken aan mijn hoofd. Theodore zucht. Nou, goed dan, George. Misschien morgen dan. Morgen? Buldert George en hij lijkt erg geïrriteerd. Morgen? Praat me niet over morgen! En George vaart weg, morrend en knorrend over morgen. Hij laat Theodore verbaasd achter. Morgen? Wat is er mis met morgen? En wat is er mis met George? Theodore is op weg naar huis als Voduk langskomt. Voduk, roept Theodore, weet jij wat er morgen is? Natuurlijk weet ik dat. Morgen komt de zon weer op en is het weer een nieuwe dag. Dan lacht Voduk om zijn eigen grapje. Voduk, wat is er nou morgen? Het is belangrijk. Nou, zegt Voduk, niks bijzonders. Morgen gaan we gewoon weer werken en eb en vloed gaan gewoon door. En, oh ja, morgen heeft George zijn rompcontrole. Denkt Theodore. Een normale dag in de haven, zegt Voduk. Sleepboten laten elk jaar hun rompen controleren. De romp van een sleepboot is het deel dat onder het wateroppervlak zit en daar komt roest op. Kleine gaatjes moeten gestopt worden, zodat je geen lek krijgt. Morgen krijgt George een rompcontrole, denkt Theodore. Ik vraag me af. En hij vaart weg, op zoek naar zijn knorrige vriend. Hij zoekt bij Willy's eiland. Geen George. Hij zoekt bij het grote oceaandok. Geen George. Waar kan die nou zijn? En dan, een eind verderop in de haven, ziet Theodore de schoorsteen van George. Dat is raar. George vaart in de richting van het oude schrootdok. Daar gaat nooit iemand meer heen. Perfect, zegt George, terwijl hij kijkt naar een oude roestige aak. Dit is allemaal heel mysterieus, denkt Theodore. Hij besluit George te volgen om te kijken wat hij doet. Zuchtend en steunend perst George de moedige zijn grote stevige lijf achter de roestige aak. Dat is heel eigenaardig. George glimlacht. Ik wist dat ik hier tussen zou passen. Oh, George perst en wrikt. Hij zit vast. Oh nee, hier kom ik nooit meer uit. Help, roept George. Wacht eens, niemand weet dat ik hier ben. Die arme George moet bijna huilen. En dat doet hij echt nooit. Ik zal hier verroesten, kreunt hij. Net als deze oude aak. Theodore komt achter de oude aak vandaan. Maak je geen zorgen, George. Ik ben er. Theodore, zegt George. Ik trek je er wel uit, roept Theodore en vaart naar George toe. Met een 1, 2, 3 trekt Theodore zijn grote vriend George achter de aak vandaan. Waarom verstop je je, George? Dat is geheim, fluistert George, die er heel bezorgd uitziet. Oh, heeft het iets te maken met morgen? Ja, zegt George bars. Theodore, kan jij een geheim bewaren? Natuurlijk! Theodore denkt dat hij heel goed is in geheimen bewaren. Beloof je het niet door te vertellen, zegt George ernstig. Beloofd! Morgen heb ik mijn rompcontrole, fluistert George. Ja, dat weet ik wel. En? En? Herhaalt George. En? Bij de rompcontrole schrapen ze je en ze vullen de gaatjes in je zijkant en dat doet pijn.
Die arme George is helemaal van streek. Ik heb geen roest of gaatjes. Ik ben tiptop in orde. Ik wil niet uit het water. Ik ben geen vogel. Ik ben een grote, sterke sleepboot. George de Moedige. En dan praat hij zachter. Ik heb een plan, Theodoor. Morgen verschuil ik me achter deze aak. Ik ga niet naar die controle. En niemand zal me kunnen vinden. Dan kijkt hij Theodoor aan met zijn meest serieuze blik. En jij kan niemand over mijn plan vertellen. Het is een geheim. Dat heb je beloofd. Vrienden vertellen elkaars geheimen niet door. Ja, Theodoor heeft beloofd George's geheim te bewaren. En hij wil een vriend zijn. Maar het plan van George vindt hij helemaal niks. De volgende morgen komt de zon op. Precies zoals Vodok heeft voorspeld. Het is een prachtige morgen. Theodoor en Vodok varen rond als Emily eraan komt. Hebben jullie George gezien? Vraagt ze. Het is tijd voor zijn rompcontrole. Theodoor ademt diep in. Hij moet het geheim bewaren. Nee, niet vandaag. Ik heb vandaag George niet gezien. Pearl de loodsboot komt langs om de sleepboten naar hun werk te brengen. Heeft iemand George gezien? Hij had al bij zijn controle moeten zijn. Hij is anders nooit te laat. Theodoor zegt niets. Maar hij voelt zich heel ongemakkelijk. Hij vindt het niet leuk om te zwijgen over waar George is, maar beloofd is beloofd. Het werk in de haven moet doorgaan, George of geen George. Theodoor, Emily en Vodok volgen Pearl naar een inham waar een oud, roestig wrak ligt dat ze moeten wegslepen. De sleepboten lijnen zich vast en Pearl vaart voorop. Theodoor roept, dit is een heel groot, roestig wrak. Waar moeten we die heen brengen? Emily weet het. Naar pier nummer 9? Pier nummer 9, dat is waar George zich schuilhoudt. Maar, stamelt Theodoor, die pier is al vol. De havenmeester wil dat we dit oude wrak er ook nog tussen proppen, roept Emily. Vodok ziet dat Theodoor bezorgd kijkt. Het is maar schroot, Theodoor. Het maakt niet uit of er iets wordt platgedrukt. Theodoor voelt zich duizelig. Het is George die straks platgedrukt wordt. Wat moet hij doen? De sleepboten komen bij pier nummer 9. Emily merkt op dat Theodoor heel stil is. Is er iets, Theodoor? Theodoor weet niet goed wat hij moet zeggen. Emily, is het belangrijk voor een vriend een geheim te bewaren? Zeker, antwoordt Emily. Als iemand mijn geheimen zou doorvertellen, zou ik zijn vriend niet zijn. Theodoor is in de war. Maar wat als iemand in de problemen komt of gewond raakt, alleen omdat jij zijn geheim hebt bewaard? Nou, dan is het misschien anders, zegt Emily. Dan moet je beslissen wat belangrijker is. Het geheim of de veiligheid. Wegduwen, roept Pearl. Theodoor is verrast door Pearls stem, die de boten beveelt het wrak in de dok te rammen. Theodoor weet dat George achter de andere aak ligt. Als hij duwt, is George een platbodem. Dus in plaats van te duwen, zoals de bedoeling is, trekt Theodoor stiekem. Theodoor, je trekt! Bulder Pearl. Duwen nu! Doe je werk! Oké, mijn werk doen, denkt Theodoor. Maar hij is als bevroren. Wat moet hij nou doen? Vodok en Emily duwen uit alle macht. Het oude, roestige wrak maakt een vreselijk, knarsend geluid. Het wordt steeds verder platgedrukt tegen de aak. Stop! Schreeuwt Theodoor. George houdt zich schuil achter de oude aak. Straks wordt hij platgedrukt. Oh, hij heeft het gezegd. Emily en Vodok stoppen meteen verbaasd met duwen. Dan horen ze een zachte stem van achteruit pier nummer 9. Ik denk dat ik beter tevoorschijn kan komen. Dan zien ze een zielige en bijna platgedrukte George achter de aak vandaan komen. De sleepboten zeggen niets. Ten slotte zegt Theodoor, sorry dat ik je geheim verteld heb, George. Maakt niet uit, Theodoor. Ik werd bijna platgedrukt. Je hebt het juiste gedaan, mijn jongen. Ik begon me behoorlijk geplet te voelen.
Waarom verstopte je je daar, George? Vraagt Voduk, die altijd nieuwsgierig is. Ik verstopte me omdat ik niet naar mijn rompcontrole wilde. Voduk en Emily begrijpen er nog steeds niks van. George verzamelt moed en zegt... Ik ben er bang voor. Wat gek, denkt George. Hij voelt zich plotseling beter... nu hij zijn vrienden zijn grote geheim heeft verteld. Je kan nog steeds gaan, George, zegt Emily. George, zegt Theodore met zijn meest behulpzame stem... als je wilt, gaan wij met je mee. Maar George haalt alleen maar diep adem en vaart dan weg. De andere sleepboten vragen zich af wat hij nou gaat doen. Later die dag, als de boten klaar zijn met het wrak... besluiten ze om naar het marinedok te gaan... om te zien of George zijn rompcontrole heeft gehad. Als ze eraan komen, horen ze een geluid van achter een schip vandaan. Een vreselijk geluid, alsof er iemand huilt. Het lijkt George wel. De boten varen dichterbij om te kijken. George heeft zijn keuze gemaakt. En weet je, tot zijn verrassing heeft het schrapen en vullen helemaal geen pijn gedaan. Het kietelde zelfs. De boten zien George grijnzen boven in het droogdok. Kijk eens naar mij. Dit is lachen. Dan ziet George alle andere sleepboten met verbazing naar hem kijken. Hij stopt en zet zijn serieuze George-gezicht weer op. Ja, wij sleepboten moeten tiptop in orde zijn, toch? Dan beginnen de sleepboten te lachen en te toeteren. En weet je wie het hardste lacht? George de Moedige. Is een sleepboot en dat heb je net gezien. Dat heb je net gezien. O, Theodoor werkt heel hard en is ook aardig bovendien. Slepen duwen trekken in de grote haven. Het is een drukte tot en met. Hier valt altijd wel iets te beleven. Samen met die sleepboot met de rode pet. O, Theodoor en Emily. Voor de Henk en George hebben altijd heel veel pret.